Welkom bij Jules Cooking en vandaag gaan wij een sorbet maken. Ik maak vandaag een aardbeiensorbet, maar de aardbeien kan je ook door een ander soort fruit vervangen. In dit geval blijven de verhoudingen van de ingrediënten hetzelfde. Begin met het verwijderen van de kroontjes van de aardbei. De verhouding van mijn sorbet is 1 deel aardbeienkoelie en 1 deel suikerwater. Het zijn dus 300 gram aardbeien, dus dat betekent dat we 150 gram suiker moeten toevoegen en 150 gram water. Breng dit nu aan de kook. Pureer ondertussen de aardbeien en leg daarna 6 gram gelatine in de week. Meng nu de koelie met het suikerwater. Los daarna ook je gelatine in op. Pers voor de smaak nog even een half citroentje en giet het daarna in je ijsmachine. Ik laat het ongeveer 50 minuten draaien. Het ijs is klaar nadat hij ook nog een half uur in de vriezer staat. Nou, dan heb ik nog één tip. Mocht jij dit ijs nou te zoet vinden, dan kan je ook minder suiker toevoegen en iets van alcohol. Alcohol zorgt dat je ijs zachter wordt. Dan heb je dus geen suiker nodig om het zacht te maken. Dus ik zou zeggen, bon appétit.